Dag lieve mensen, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Jacqueline. Afgelopen week heb ik tijdens consulten opgemerkt dat er bij heel veel mensen een stukje geborgenheid mist. En vanuit die geborgenheid dat je je energie weggeeft. Vanuit een stukje angst. Vanuit een stuk schijnveiligheid wat je creëert bij jezelf om er niet te hoeven voelen. Om er niet te hoeven kijken. Ik heb dat eigenlijk ja, in een stuk of zes consulten die ik deze week had, kwam dat naar voren. Dus ik had wel zoiets van, het is tijd om daar eens aandacht aan te besteden. Want dat blokkeert jouw proces. Nu heb ik gedacht, ja, hoe ga ik dat doen? Ik kan natuurlijk weer een praatje houden, maar mijn gidsen gaven aan, pak maar de kaarten. En daar kwamen de volgende naar voren. Dus zonder dat ik gewoon geschud en toch moet ik het over dit onderwerp gaan hebben. Want dat is de kaart patronen, angsten, verstrengeling en schaamte. En het heeft er voor mijn gevoel meer mee te maken dat dingen verstrengeld zijn. Dat je niet goed ziet van waar geef jij je energie aan weg. Heeft ook met tweelingzielen te maken. Als jij aan jouw tweelingziel heel veel energie geeft, hè, onbewust, om dan te hopen dat alles gaat stromen. Maar dat kan niet, want je zult zelf je eigen energie op peil moeten houden. En dat die ander zijn eigen sores opsopt. En zeker als die in een karmische verbinding zit. Want de karmische verbindingen, daar wordt dus nu van gevraagd van de Divine Feminine. Om in ieder geval die wat niet de runner is. Om echt in je kracht te gaan staan. Volledig, puur in je volledige kracht. Mannelijk-vrouwelijke energie. De drie eenheid in jou. Geest, lichaam, ziel. Dat moet een eenheid zijn. Daar mag niks wankelen. Want daardoor kan die ander ook zijn of haar proces gaan aanpakken. Als jij maar energie geeft, hoeft hij niets te doen. Dan kan die zich als het ware ja, warmen aan jouw energie. Want jij bent er toch altijd, je helpt altijd. Is allemaal leuk en aardig, maar zo werkt het niet. Je zult het zelf moeten doen. En dan krijg je eigenlijk de kaart Spirit wijst de weg. Met emoties, met ontwikkeling en hulp. Nou ja, dat doe ik dan via deze video. En wat wordt er van jou gevraagd? Expansie van je zelfliefde, van je kracht. Dat is namelijk heel belangrijk dat jij je kracht en je zelfliefde en je zelfvertrouwen, dat gaat groeien. Hoe doe je dat? De reis naar binnen. Kijken waar mis jij nog zelfvertrouwen? Waar zit er nog een stukje angst? En meestal heeft die angst ermee te maken dat jij bang bent dat iets niet gaat stromen. Dat jij bang bent dat die ander zijn stukje niet aanpakt. Dat je bang bent dat die ander zijn niet weggaat bij die karmische partner. En daar heb ik van de week een video over gemaakt. Nu heb ik dat een paar dagen geleden gemaakt. Ik weet al niet meer wat ik daar allemaal gezegd heb. Want als ik een video maak, dat is misschien nog een half uur. En dan is alles weg van informatie. Want dat hoef ik niet te onthouden. De reis naar binnen. Geeft aan, kijk naar stukken waar je angst voelt. Waar heb je angst gevoeld? Dat hoeft niet meteen nu te zijn in dit huidige stukje waar je zit. Maar dat kan dus iets zijn van iets ouds. Wat je vroeger ook hebt gehad. Waardoor je dus nu vastloopt in een bepaald patroon. Wat je eigenlijk constant doet. Dat jij energie weggeeft. Dat je eigenlijk energie weggeeft. Zodat anderen naar je toe kunnen komen. Of zodat anderen hun stukjes aanpakken, maar ook energie weggeven. En een collega had daar van de week een stukje over geschreven. En dat is ook wel zo, dat je sommige mensen geven energie weg met de hoop dat anderen hun aardig gaan vinden. Ja, in dit soort dingen kun je dus ook zitten. Hè. Kan, hoeft niet, ik heb dat niet zo, maar ik geef, ja, als ik dan kijk, nee, ja, dat kan ik niet zo voor mezelf plaatsen. Maar ik wil ook mijn energie hoog houden. En hoe doe je dat? Door in je eigen kracht te blijven. Je hoeft je niet aan te passen omdat iemand anders niet met jou kan omgaan. Dan mag die zijn of haar energie ook verhogen. En acceptatie. Maar het heeft ook met acceptatie van jezelf te maken. Want door dat vast te houden, door vast te houden aan een bepaald stramien, een bepaald bepaalde verstrengeling. Dat kan te maken hebben met boosheid. Dat kan te maken hebben met schijnveiligheid. Dat jij voelt van, ja, ik zit toch safe. Waarom zou ik iets veranderen? Ik zit safe. Ja, leg het eens terug naar de mensen waar jij dus je energie aan weggeeft. Doe je dat om aardig gevonden te worden? Doe je dat om maar
je aan te passen? Of doe je dat omdat jij graag wilt hebben dat andere mensen veranderen en jou zien staan? Dat is ook weer zoiets, hè? Dat jij gezien wordt. Als jij jezelf niet ziet en jezelf constant klein houdt, dan kan die ander jou niet vinden, dan kan die ander jou niet zien. Want dan ziet hij alleen iemand die zijn of haar energie weggeeft. En dat is niet de bedoeling. Blijf in je eigen energie. Gebruik alle energie voor jezelf. En communiceer met het universum dat zij dan die persoon helpen. En zeker als dat met een tweelingziel te maken heeft. Of met jouw kinderen. Of met familieleden. Het kan allemaal. Hè? Of met vriendschappen. Als jij moeite moet doen dat iemand jou aardig vindt. Dan is er ergens, klopt, is er een scheve verhouding. En je mag meer in contact komen met je gidsen. Je mag meer in een stukje natuur, de rust, de aarding vinden. Door in jouw aarding te komen, gaan die dingen ook stromen. Ik moest net nog iets pakken. Oké, wacht. Dat is eigenlijk niet wat ik wilde pakken. Oké, goed. Deze wilde ik pakken. Waar kan die angst mee te maken hebben? Oké, nou, alles vliegt op de grond. Heeft te maken met een keuze. Jij mag een keuze maken. Hoe sta jij tegenover andere mensen? Hoe staan andere mensen tegenover jou? Wat doe jij? Blijf je staan in jouw kracht? Of ga je daartegen, ga je je kracht weer weggeven? Ik moet even dat opruimen. Silence. In de stilte gaan. Als jij een keuze maakt door stil te worden, door in de stilte te gaan, zul je de antwoorden krijgen die je nodig hebt. En dan ga je dus onvoorwaardelijk ga je iets creëren. Onvoorwaardelijk voor jezelf kiezen. Dat is heel belangrijk. En dan komt er ook een verandering. En wat me hier heel erg opvalt, eigenlijk zie ik dat nu voor het eerst. Tenminste, het valt me nu voor het eerst op, maar dat is dus belangrijk. Die mevrouw zit in een rolstoel. Dus het is niet de bedoeling dat jij de ander gaat rijden. Dat jij de ander door het leven duwt, ja. Nee, jij mag nu eens gaan zitten. En jij mag nu eens zeggen van, ja, ik mag nu voor mezelf kiezen. Die ander mag ook eens moeite doen. En zeker in tweelingzielenverbindingen is dat zo. En dat heb ik heel vaak gezien. Dat mensen in een tweelingzinverbinding zitten en heel veel energie weggeven. Eigenlijk het werk van die ander zijn het doen. Nee, stop ermee. Het is niet jouw taak om zijn stukje of haar stukje aan te pakken. Als die dat niet doen, dan is dat niet voor jou. Jouw taak is alleen maar je eigen energie hoog houden. En je eigen energie op een hoger level brengen. Door te zorgen voor jezelf, door jezelf te beschermen, door eens te kiezen voor wat wil ik. Het heeft te maken met dingen die niet eerlijk verlopen, die je misschien, het voelt voor mij ook dat is niet zuiver, maar wat ik ook hierbij voel is dat je jezelf niet ziet, dat je je afsluit van jezelf. Als je dat namelijk doet, als je heel veel energie weggeeft vanuit een stuk angst, vanuit een stuk schijnveiligheid. Dan sluit je jezelf af voor de overvloed die het leven jou te bieden heeft. Want dat is eigenlijk wat je dus aan het doen bent. Vraag jouw gidsen. En ik heb dat ook met mensen gehad. Dat ik hun gidsen vroeg om erbij te zijn. Hun lichtgidsen. Om hun te laten voelen hoeveel energie ze weggaven aan een ander. Ik doe dat vaker in consulten. Dan vraag ik mijn gidsen en dan vraag ik eigenlijk mijn gidsen en hun lichtgidsen om hun te laten voelen wat ze eigenlijk aan energie weggeven. En dan kan het dus zijn dat je een hele druk op je hartchakra voelt, dat je dat het voelt alsof in jouw sacrale en zonnevlecht alle energie wegstroomt. Dan weet je ook wat dat met jouw lijf doet, wat dat met jouw energiefrequentie doet, wat het met jouw auravel doet. Dat is eigenlijk... Als jij namelijk dingen weggeeft, dat zorgt ervoor dat in jouw auraveld gaten komen. Dat daar kan negatieve energie op inhaken. Wees daarvan bewust. Als jij dat doet om maar aardig gevonden te worden, dan kan het dus zijn dat er iemand bij jou inhaakt. En dan noemen ze auraleefters, dat moet je niet willen. Of erger, dat kan natuurlijk ook, maar dat moet je
Dat moet uit je systeem. Daar moet je geen last van hebben. Je krijgt van jouw gids ondersteuning, wat ik net zei. Dus tijdens een consult doe ik dat. Of je gaat zelf je gidsen vragen. Dan weet je in ieder geval, dan voel je bij jezelf van wat je eigenlijk weggeeft. En meestal staan daarvan te kijken van, oh, ik wist niet dat het zo erg was. Want het heeft te maken met de energetische verbinding. En nu heb ik dan weer, dat is de zielsverbinding. Maar het gaat dus om tweelingzielen, maar vooral ook om de zielsverbinding met jezelf. Vergeet jezelf niet. Heel veel zetten zichzelf op de laatste plek en zetten die ander op een voetstuk. Alsjeblieft, laat dat zijn. En zet jezelf ook eens naast die persoon op dat voetstuk, want jij mag er ook zijn. Jullie mogen samen stralen. Het is niet zo dat die ander daarboven staat en jij staat er voor lekker te kijken en hopen dat hij eens naar beneden komt. Zo werkt het niet. Het mag op gelijkwaardige basis. Het mag op energetisch moet dat sowieso. Anders kom je niet in union. Dus als jij constant maar alles weggeeft, constant maar geeft en geeft en geeft, met de hoop dat die ander eens wakker wordt en eens weggaat bij die karmische partner. Dat gaat niet werken. Die ander moet zijn eigen lessen doen. En zo gaat dat ook met vriendschappen, zo gaat dat met werk. Het maakt niet uit waar je dat doet. Het heeft ermee te maken dat je je geborgen moet voelen bij jezelf. Dat je niet, want dat is ook vaak een angst, dat je dus niet in je kracht staat. Dat je je niet geborgen, dat je iets mist, dat je het gevoel hebt dat je iets mist. En dat daarom die stukken kunnen gebeuren. Doordat je geen geborgenheid voelt in jezelf. Want wat doe je dan als je die geborgenheid niet voelt in jezelf? Dan kan het dus zijn, dat doet niet iedereen hè. Maar dan kan het dus zijn dat jij heel veel geeft om maar een stukje van die geborgenheid te krijgen van andere mensen. En dat is niet oké. Want je zult dat bij jezelf moeten opvullen. Het is jouw taak als ziel zijnde hier op aarde om een eenheid met jezelf te zijn. Geest, lichaam, ziel. Die drie eenheid moet er in jouzelf zijn. En dan mag je in een hoger bewustzijn, een hogere frequentie komen. En dat heeft dan ook te maken met het Christusbewustzijn, waar velen het over hebben. Dan ben je dus in balans. Als je aan gedachten geen emoties koppelt en andersom. En tuurlijk mag dat wel eens even. We zijn mensen, hè? We zijn geen robots. Maar probeer dat niet dagelijks te doen. Probeer dat te leren, dat je dat wat meer kunt loslaten. Gezelligheid, geborgenheid, warmte. Het thuis vind je in jezelf. Uiteraard ook bij je tweelingzielen gaat het niet om. Maar als jij dat niet bij jezelf creëert, kijk, dat is heel mooi hier. Je ziet hier die potjes met allemaal die gaten in. Nou, is het een theelichtje. Nou, visualiseer je dat als een emmer. Ik zeg dat heel vaak zo in readingen als voorbeeld. Dit is jouw emmer. En de onderkant is helemaal dicht. Dat heb je zelf opgevuld. Dat is een dichte emmer tot aan de onderkant. Hier, dit stuk is dicht. Tot hier kun je het water laten stromen. Als jij er nog meer water bij kiept en hoopt dat iemand het opvult, dan hoop jij dat dat niet gaat over, dat dat niet wegvloeit. Maar omdat jij dat niet geheeld hebt hier, die geborgenheid in jezelf niet geheeld, gaat dat er doorheen. En dat is eigenlijk wat ik jullie wil aangeven. Kijk daar eens naar. Ga eens in de eenzaamheid. Velen vinden dat ook heel moeilijk om te voelen, hè? Eenzaamheid. Ik weet wat het is. Ik heb het gevoeld. En het is niet fijn, maar in dat hele zware stuk heb ik wel mezelf teruggevonden. En mezelf weer voor mezelf gezorgd. En vaker met mensen, jaren terug was dat dan, hè, dat ik even afstand nam van bepaalde mensen, omdat ik het niet aankon. Ik dacht dat het aan hun lag, maar het lag aan mij, want ik moest, dat was voor mij mijn helingsproces. Ik moest in de stilte. Ik heb dat letterlijk gedaan. Weinig contact met andere mensen vroeger dan, hè. Ja, misschien was dat een jaar of 6, 7 terug. Weinig contact met andere mensen. Maar dat voelde voor mij, het was eenzaam. Maar door die eenzame periode moest ik heen. Moest ik doorheen om te voelen van, nee, ik ben hier thuis. Dit huis is mijn thuis. Ja, dat is al heel lang in onze familie. Het is mijn ouderlijk huis, dus ik voel me hier ook thuis. Maar ik moest me ook thuis voelen in mezelf, zodat ik straks, als ik ergens anders naartoe zou gaan, me daar ook thuis zou voelen. Dan moet ik dat niet hier met dat huis verbinden. Dat moet ik gewoon voelen in mezelf. Ik kan dan dadelijk gaan en staan waar ik wil. Ik zal me overal thuis voelen, omdat ik me thuis voel bij mezelf.
de trouw en de eerlijkheid naar jezelf toe, want dat is ook vaak iets. En dan hoor ik wel, ja, nee, dat heb ik. Nee, dat doe ik niet. Ik heb dat ook vaker gezegd. Hè? En het is eigenlijk belangrijk dat je eerlijk bent naar jezelf. En door dingen te erkennen naar jezelf, van ja, ik ben bang, ja, ik doe dat. Want ik wil graag die verbinding met die ander hebben. Daarom geef ik die persoon heel veel. Dat kwam van de week in readingen heel vaak naar voren. Van, jij geeft veel te veel. Want je vergeet jezelf. Je staat achteraan en je hoopt en je hebt het gevoel van, ik doe het goed. Maar eigenlijk loop je jezelf voorbij. Je rent jezelf voorbij met het geven en geven en geven aan iedereen. Deel maar uit. Jouw energie uitdelen en zelf, waar blijf je zelf doodmoe achter? Dat is niet de bedoeling. Want het is de bedoeling dat jij in je kracht gaat staan. Dat jij je kracht helemaal volledig gaat aanpakken. En dan gaan we eens even kijken naar die karmische partner van jouw tweelingziel. Want die persoon, jouw tweelingziel, mag ook iets aangeven aan een karmische partner. Eens even kijken hoe dat daar zit tussen jouw tweelingziel en jouw karmische partner. En dit is een algemene reading, ik weet het. Het hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. En als jij geen karmische partner hebt, nou gelukkig dan maar. Anders had je nog langer moeten wachten, in sommige gevallen. Er zijn mannen die weten, die leren jou kennen, die leren hun tweelingziel kennen. En die hebben zoiets, oké, ik weet het en nu ga ik starten met mijn scheidingsproces. En er zijn er ook die blijven gewoon zitten. Omdat ze nog niet bewust zijn, omdat ze nog bang zijn, om heel veel angst te hebben. Maar er zijn er ook die pakken het gelukkig aan. Daar kun je alleen maar blij om zijn, dat die dat aanpakken. Dat je niet nog langer in separatie bent. Even kijken. Nou, hij weet dan in ieder geval dat hij die ander niet pijn wil doen. Want dat is ook een stuk, hè? Daar willen ze de ander niet pijn doen. Maar ik wil ook niet meer liegen. En dat betekent dus vanaf... nu, vanaf komende week, zal er bij sommige karmische verbindingen de waarheid gezegd worden. Heeft ook met de energie te maken. Hè? We zitten ook in een energie dat je dat gewoon niet meer kunt. Maar hij geeft ook aan die karmische partner, dat hij ruimte nodig heeft. Maar ook aan jou. Dus hoe meer jij de energie naar die ander toestuurt, dat betekent ook dat hij zich ingeëngd kan voelen. Hè? Het gevoel hebben van, ik word vastgehouden, ik kan nergens, ik kan geen kant op. Zowel door mijn karmische partner, zowel door mijn tweelingziel. Wat moet ik dan nu? Dus die wil zich ook vrij voelen. Die mag ook de ruimte krijgen om zijn eigen proces aan te pakken. En als jij je dus nu de focus volledig teruglegt op jezelf, en dat wil niet zeggen dat je niet meer aan die partner mag denken, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat jij jouw energie voor jezelf gaat gebruiken. En de veiligheid, de geborgenheid in jezelf gaat creëren. Ja? Dan hebben we de volgende. Hij weet ook dat ze nooit hadden moeten trouwen. En soms, ik zie dat vaker in consulten. Er zit dan iemand tegenover me en dan zijn ze misschien 10 jaar bij elkaar. Dan zeg ik, jullie hadden nooit moeten trouwen met elkaar. De eerste 5 jaar ging het nog, maar daarna was het klaar. Hadden jullie van elkaar af moeten gaan. Ja, en dan gebeurt dat niet. En dat kan, hè. Maar ook dan komt het wel vaker voor door een stukje angst. Dat mensen blijven zitten. En als jij je angst als Divine Feminine, ik noem het maar even zo, of bewuste partner, laat ik dat niet zo noemen. Als jij als bewuste partner ervoor kiest om langs jouw angsten te draaien en ze niet aan te kijken en ze niet op te lossen, dan weet dan dat die ander dat ook niet gaat doen. Dus hoe meer jij aanpakt, hoe meer je de focus legt naar jezelf met de intentie voor jouzelf. Als jij dat gaat doen, want dat gebeurt ook vaak, hè, dan geven ze, eerst geven ze energie aan die ander met de intentie, oh dan gaat het sneller. Dat werkt niet. Dan gaan ze terug naar hunzelf, dat heb ik ook heel vaak meegemaakt in consulten. Gaan ze terug naar hunzelf met de bedoeling van, oh dan gaat het in mensen stromen. Werkt ook niet. Stop er maar mee, want spirit er ziet alles. Spirit voelt wat jij aan het doen bent. Die zijn niet gek. Dus dan wordt er ook niks gecreëerd. Want je doet het vanuit een ego-stuk, vanuit jouw psyche. Ik wil dat graag hebben. En je moet het voor jezelf doen. Je moet zelf die rust in jezelf willen en zelf de verbondenheid met jezelf krijgen. We are not just meant to be, I know that now. Dus hij weet ook, jouw tweelingziel, weet ook dat die karmische partner niet de persoon is waar hij bij hoort. Geef hem dan de ruimte om zijn proces aan te pakken. Geef hem de ruimte om daar weg te gaan. Geef hem de ruimte om keuzes te maken. Maar als hij vastgehouden wordt door jouw energie, wat prettig aanvoelt, ook al weet hij misschien niet waar het vandaan komt,
dan hoeft hij geen keuzes te maken, want jij bent er altijd. Je bent er altijd om het zorgen, te zorgen, geborgenheid geven. Kom maar, ik is net een babytje. Wat je dan oppakt en je wiegt dat kind. En als je dat neerlegt in een box of in een bedje, beginnen die te gillen. Meestal. En wat doe je dan als moeder? Dan pak je het kind weer op. Of je pakt een draagzak en je loopt dan met dat kind de hele dag. Dan doe jij dat hetzelfde. Maar dat is een volwassen iemand. Die mag dat zelf oplossen. Dat dat bij een babytje moet, oké, dat kan ik snappen. En dat heb ik ook gedaan met mijn kinderen. Maar het is niet de bedoeling dat je dat met een volwassen iemand doet. Dat mag je aan jezelf geven. En laat die volwassene ook eens lopen en gaan keuzes maken als een volwassene. En niet als een klein kind wat aan de hand moet worden gehouden om zijn eigen proces aan te pakken. Ja, het is weer een reading wat ja, wel duidelijk is. Ik kan er niks anders van maken. Maar vraag jouw gidsen eens om het te laten zien waar jouw energie verstrengeld is. Waar jij telkens vastloopt. En wat kun je daar voelen? Wat voel je dan op aardsvlak? Onrust. Dat is het eerste wat je voelt. Je voelt een onrust omdat er is geen balans in jezelf. Maar je mag terug naar de bron. Je mag terug naar je kern. Als jij terugkoppelt naar je kern. Dan valt me in hoe ik dat nog even moet zeggen. Nieuwe ervaring. Je gaat dingen creëren. Vanuit jouw creatiekracht. Vanuit jouw derde chakra. Vanuit jouw intuïtie, vanuit liefde en gevoelens. Hè? Maar die mag je voor jezelf gebruiken. Volgende stap, een nieuwe fase. Nu krijg ik heel vaak de vraag van, hoe doe je dat, Jacqueline? Hoe doe jij dat? Ja, hoe heb ik dat gedaan? Kan ik jullie wel zeggen. Naïef, soms geef je te veel in jouw onschuld om dat kindje, hè? Zo moet je je tweelingziel maar even zien, om dat kindje zich gebogen te laten voelen. Nee, is niet de bedoeling. Dat is aan hem. En als hij dat heeft, dat is niet erg dat je dat dan samen voelt. Hè? Want jij voelt het bij jezelf, die ander voelt het bij zichzelf. Dan kun je samenkomen en dan knalt het gewoon. Dan is gewoon die energie heel erg hoog. Maar je mag eens gaan kijken naar jezelf. Wat doe jij in jouw eigen proces? En daar krijg je dus begeleiding bij van spirit. Hulp, steun, misschien middels deze video, misschien raakt het je, misschien triggert het je. Het kan. En dat zij zo, dan mag je dus. En hier krijg je weer het stukje de natuur. Dus ga naar de natuur en ga eens verbinden met de natuur. Probeer het stap voor stap. Je kunt dat niet in één klap bam oplossen. Als je dat al jaren doet, probeer dat stap voor stap. Je krijgt een inspiratie hoe je het moet doen. Je krijgt ideeën. Dan ga je een nieuw project starten. En of dat nu met jouw tweelingziel is, en of dat nu met werk is, het is de bedoeling dat jij jouw energie hoog houdt. Datgene wat jij doet, moet in evenwicht zijn, moet in harmonie zijn. En dat wil zeggen, in harmonie met jezelf, in harmonie met de rest. En als het te maken heeft met werk, dan kan het dus zijn dat je daar onrust op voelt. Hè? Dat je dan eigenlijk de keuze uiteindelijk durft te maken voor jezelf. Van ik ga hier weg, ik ga iets anders doen. Ik ga het op een andere manier doen. Ik ga het neerzetten voor mezelf. Of het maakt niet uit hoe. Maar als jij deze emoties voelt van onrust, weet dan dat er een verandering op komst is. En dat je dus echt naar jezelf mag gaan kijken. Nou, wat ik nu zei van hoe doe je dat? Die vraag krijg ik heel vaak. Nou goed, ik geef healingen. Daar kun je dus aan meedoen. Nou, dan mag je dat mag je doen. Maar wat ik ook heb, zijn collectieve afstandshealingen. Die staan op mijn webshop, die kun je bestellen. Die link zit in een pdf-bestand, dat kun je downloaden. En die link die wijst naar een YouTube-video, die kun je 10 keer kijken. Dus als jij moeite hebt, of koorden doorbreken, of met je tweelingziel. Ik heb verschillende mogelijkheden, tweelingzielenstukken, koorden doorbreken, van alles wat. Dus als jij zegt, ik heb moeite met dit soort dingen, kijk daar eens naar. En als je zelf aan de slag wilt, ook dat kan. Dan schrijf je, pak je een pen en papier en dan ga je zitten. Positieve en negatieve. Wat doe ik positief naar die tweelingziel? Wat doe ik positief naar mezelf? Wat doe ik negatief? Waar word ik moe van? Wat zorgt ervoor dat ik uitgeput ben? Want heel veel van jullie zijn uitgeput en hebben niet in de gaten waardoor het komt. Maar dat ligt daaraan. En dat is goed, gewoon goed om daarnaar te kijken. Ja, moet ik nog meer vertellen? Ja,
Wat je dan kunt doen als je dat opgeschreven hebt. Ik heb dat ook altijd gedaan als ik iets moest oplossen jaren geleden. En tuurlijk los ik ook nog wel vaker dingen op. Maar dat is dan bij mij een inzicht en dan is het klaar. Soms moet ik ook nog eens dingen opschrijven. Maar als ik het dan opgeschreven heb, dan liet ik het los. En dan had ik het gewoon neergelegd op kantoor. En dan keek ik dan een paar dagen daarna, keek ik nog eens ernaar. En dan had ik zoiets, oh ja, nu snap ik het. Of ik kreeg van mijn gidsen door, zou ik gaan nog eens even kijken, want er staat iets. We gaan dadelijk even channelen, we gaan het je vertellen. En dan ging ik zitten en dan las ik het nog eens. En opeens dan vielen de kwartjes. Dus net zo'n radar wat dan in elkaar valt. Dan krijg je alle inzichten achter elkaar. Spirit geeft inzichten via liedjes, geeft inzichten via teksten. Geeft inzichten via deze video's of van collega's, maakt niet uit. Maar daar waar jij je goed bij voelt, over een gesprek met een ander, allemaal, dat kan allemaal. Dus kijk daar eens even goed naar. Waar loop jij vast? Waarom voel jij onrust? Ga eens onderzoeken waar die onrust vandaan komt. Ga eens onderzoeken waar je moe van wordt. Onderzoek eens je eigen emoties. Waardoor voel ik me zo? Wat is de oorzaak dat ik me zo moe voel? Wat is de oorzaak dat niemand me ziet? Jij ziet jezelf niet. Jij bent maar het geven. Je bent maar aan het hopen dat dat kindje, dat babytje, zich geborgen voelt. Door dat kindje op te pakken, door dat kindje te knuffelen. Ja, en ik weet dat dat heel leuk is met babytjes, maar een volwassen man of vrouw mag dat zelf doen. En als die persoon in balans is en jij bent in balans, dan kun je nog altijd knuffelen. Dat is de bedoeling. Maar. Dat moet wel in balans zijn, want dan schiet je uit je balans en dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je gaat stralen en dat die ander ook gaat stralen. Maar dan zul je het wel zelf moeten doen. En de weg daar naartoe is eigenlijk waar je soms vastloopt. Ja, en dan hoop ik dat je iets aan deze video hebt gehad. Dat je beseft van, hé, maar ik geef ook mijn energie weg. En het is niet erg, ik heb dat ook in het verleden gedaan bij iemand. Niet met mijn huidige tweelingziel, maar nee, zover ik me kan herinneren, nee, heb ik niet gedaan. Want ik wist toch dat bij hem kan ik dat allemaal. Dat werkt niet bij hem. Hij is te krachtig daarvoor om zich te laten beïnvloeden. Gelukkig ook, maar ik ook. Maar ja, dat kan niet. Je kunt elkaar wel iets op weg helpen met een bepaald stukje van hey, kijk daar eens even naar. Of kijk daar eens even naar, dat is wat anders. Maar sturen zodat die ander gaat bewegen in een richting die ik wil, dat schiet niet op. Maar dat is dat, ja, dat mag je wel bewust van worden als je dat doet. Want het zorgt ervoor dat je stil blijft staan. Het is geen beweging vooruit, het is geen beweging achteruit, het is een stilstand. En stilstand wil je niet, zeker niet in je eigen proces en ook niet naar je tweelingziel. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ik weet even niet op welke dag ik dat ga neerzetten. Maar ja. Ik hoop dat jullie zeker, wat je de tweelingziel en de karmische stukken betreft, zeker voor de karmische partner, dat je gaat kijken van, wat doe ik daar nog? Wat geef ik nog? Wat ben ik constant dat geven met de hoop dat die ander bij die vrouw weggaat, bij die man? Je kunt het niet forceren. Focus je op jezelf. Alsjeblieft, doe jezelf die lol en focus je op jezelf en laat die ander eigenlijk eventjes los. Want door los te laten geef je ruimte en door ruimte, waar ruimte is, kan spirit werken. Spirit kan niet werken in een energie waarin geduwd wordt. Gaat niet. Heb ik ook allemaal geprobeerd. Vergeet het maar, dat werkt niet. En ook met werk, hè, dat maakt niet zoveel uit of je dat nu doet op werkvlak of op transformatievlak. Ze laten zich niet duwen. Je zult klaar moeten zijn voor verandering. Jij zult klaar moeten zijn voor de next level. Voor een volgende stap. Dat is aan jou. Maar het is ook een eigen vrije wil. Kies je voor een nieuwe start. Kies je om het nu anders te doen. Als je het nog niet geprobeerd hebt, zou ik zeggen, probeer het alsjeblieft. En kijk dan straks. En je hoeft niet te zeggen van ja, het werkte. Dat maakt me allemaal niet uit. Het gaat erom. Dat hoef ik niet, is niet voor mij van belang om te horen. Gaat om jou. Als het voor jou helpt, ben ik er alleen maar blij mee. Dat ik dan iemand in ieder geval in een bepaalde richting heb kunnen aanwijzen van hoe het ook kan. En niet kunnen duwen, want ik duw jullie niet in een richting. Maar het gaat erom, ik wil je bewust maken van bepaalde stukken die je mag zien. Waardoor je vooruit komt in je proces. Waardoor je naar de zelfliefde gaat. Waardoor je dan de eenheid in jezelf gaat. De drie-eenheid, geest, lichaam en ziel in eenheid is.
En van daaruit kan ook spirit heel veel positieve dingen op je pad brengen. En dat heb ik zelf mogen ervaren en dat ervaar ik nog dagelijks. Dus laat het gewoon gebeuren. Ja? Ik wens jullie een hele fijne dag. Het is 30 minuten en 3 seconden nu dat ik kijk. Dus de 3-eenheid, ik wil het maar even zeggen. 30 en dan tussen 2 puntjes en de 3. Dus ergens gebeurt er op, met de 3 gebeurt er iets. Let daar eens even op. Heel veel succes met dit stuk. Want het is een heel moeilijk iets. En ik heb het gevoel dat mensen hier nu tegenaan lopen. Want als ik 6 readingen van hetzelfde kaliber krijg, dan weet ik gewoon, er moet iets gebeuren. Dus ik kreeg ook van mijn gidsen door, je moet er een video over maken. Je moet zelf in beeld komen, want dat is nog krachtiger dan gewoon de kaarten leggen. Je gaat kaarten pakken en dat. Dus bij deze, doe jezelf een lol en probeer de focus en de energie naar jezelf toe te houden. Ja? Dankjewel voor het kijken en namaste. Doei doei.